Goedemiddag, ik wil nu iets vertellen over EOTRH bij het paard. EOTRH is een aandoening van de snijtanden, de ruine tanden en de eerste kiezen bij het paard. En EOTRH staat voor equine odontoclastic tooth resorption en hypercementosis. EOTRH komt voor eigenlijk in drie verschillende vormen. Dat is de hypercementotische vorm. Dat wil zeggen dat er meer cement wordt gevormd aan de wortels van de snijtanden. Wat je dan ziet is dat de gingiva, het tandslijmvlies, helemaal gezwollen en eigenlijk ook dik is, gebombeerd zoals we het noemen. De andere vorm is de osteolytische vorm, oftewel de oplossingsvorm, waarbij de tand en het tandbeen, de alveolen, wordt opgelost. Dit is een zeer pijnlijke vorm bij het paard. Die paarden zijn ook heel gevoelig. En de derde vorm is eigenlijk een mengvorm waarbij zowel de hypercementose als de osteolytische vorm voorkomt bij de snijtanden. EOTRH zien we eigenlijk voornamelijk bij oudere paarden, dat wil zeggen vanaf 12 jaar tot 20 plus. Het ontstaat vaak aan de buitenste snijtanden, die zijn het eerst aangetast en gaan dan rustig naar binnen toe. En in een later stadium kunnen ook de binnenste snijtanden, dus alle snijtanden, zijn aangetast. Als we dan verder naar achter in de mond gaan, dan kunnen ook de ruine tanden of de hengstentanden zijn aangetast. En in enkele casussen zien we het ook op de eerste drie kiezen. Wat zijn de verschijnselen die we zien bij EOTRH? Ten eerste kunnen we, zoals ik al gemeld heb, zien dat de gingiva wat gebombeerd is. Je ziet heel duidelijk prominent de tanden aanwezig, dus verdikkingen ter hoogte van de snijtanden onder de gingiva. Je kan zien dat er wat oedeem is, eigenlijk wat zwelling van de gingiva. Je kan zien dat er abscesjes of fistelkanaaltjes ontstaan. En fistelkanaaltjes zijn eigenlijk kanaaltjes waar de ontstekingen door naar buiten komen. In een later stadium kan je zien dat het tandvlees zich gaat terugtrekken, dat zich voedsel gaat ophopen tussen de snijtanden in. Een beetje feedpacking noemen we dat, diastase die ontstaan. En in een nog later stadium, als er echt veel osteolyse is van de tand en van het bot, wordt deze tand heel fragiel en zal afbreken. De diagnose EOTRH kunnen we stellen aan de hand van het klinische beeld. Dat wil zeggen, we tillen de boven- en de onderlip op en kunnen de gingiva en het slijmvlies dus beoordelen. Daarmee kunnen we dus zeg maar, de verdenking stellen dat er EOTRH aanwezig is. Of in een verder stadium kan je de diagnose stellen. In alle andere gevallen is het verstandig om een röntgenfoto te maken van de snijtanden, zowel boven als onder, inclusief de ruine tanden, om daarmee een duidelijk beeld te krijgen van welke tanden zijn er aangetast. Is er een osteolytische component aanwezig, dus waarbij die tand oplost, of alleen maar de hypercementose vorm aanwezig, of beide. Aan de hand van deze röntgenfoto kunnen wij dan bepalen, in combinatie met het klinische beeld, welke snijtanden er getrokken moeten worden. Snijtanden die 100% zijn aangetast, zijn er geen discussie, die moeten eruit. Tanden die niet zijn aangetast, laten we uiteraard zitten. Maar je hebt ook heel veel snijtanden die licht zijn aangetast of een klein beetje. En dan is het altijd belangrijk om goed met een eigenaar te overleggen. Halen we deze snijtanden eruit of wachten we dan nog een half jaar of een jaar mee, waarmee we opnieuw een controlefoto gaan maken. Nadat we de diagnose EOTRH hebben gesteld en met de eigenaar hebben beslist welke snijtanden we gaan verwijderen of ruine tanden, is het verstandig dat het paard één nachtje op de kliniek blijft. Voor de extractie gaan we het paard sederen. We geven hem een goede pijnstilling. En wat we daarna gaan doen is de zenuwen die naar de snijtanden lopen, zowel in de bovenkaak als in de onderkaak, uitverdoven. Daarmee aangevuld kunnen we nog lokaal alle snijtanden uitverdoven om ervoor te zorgen dat we pijnvrij kunnen werken voor het paard. In het geval dat alle snijtanden getrokken zijn, kan het paard, nadat hij weer wakker is van de sedatie, volledig normaal eten. De nazorg na een extractie is als volgt. Het paard krijgt voor meerdere dagen wat pijnstilling mee. De meeste paarden laten het niet toe om de alveolen, daar waar de snijtanden gezeten hebben, schoon te maken, omdat ze dat toch vervelend vinden. Dat is ook niet noodzakelijk. Wat ik even toch nog duidelijk wil benadrukken, is dat de EOTRH echt een pijnlijk proces is bij paarden. Dus de osteolytische component. En waarom weten we dat? Omdat eigenaren vaak zeggen dat ze niks zien aan het paard, dat het paard leuk, vriendelijk is en attent is en het goed doet. Maar op het moment dat alle snijtanden getrokken zijn, krijgen die eigenaren echt een ander paard ervoor terug. Op het moment dat wij alle snijtanden in de uiterste vorm weghalen, is het pijnlijke proces eigenlijk ook in één keer over en is het paard eigenlijk ook verlost van die zeurende pijn in zijn mond, waardoor die veel attenter zal zijn. Waar kan de eigenaar nou zelf op letten of het paard dit wel of niet heeft? Dat is heel eenvoudig. Probeer zijn boven- of onderlip op te tillen. Probeer de gingiva van de tandvlees van het paard te beoordelen. Dit moet mooi roze, glad en glimmend zijn. Net als bij ons eigenlijk. Op het moment dat er verkleuringen, visteltjes, ontstekingen en abscessen aanwezig zijn, is dit niet in orde. Paarden die met EOTRH zijn eigenlijk altijd pijnlijk. En wat je vaak ook kan zien, is dat het paard de tong tussen de snijtanden doet. Om op die manier, zeg maar, het klapperen van de snijtanden op elkaar, wat dan zeer gevoelig is, te voorkomen. Mochten jullie het vermoeden hebben dat je paard aan één of meerdere snijtanden EOTRH heeft, is mijn advies, maak hier een röntgenfoto van. Alleen door middel van röntgenfoto kan de EOTRH bevestigd dan wel ontkend worden. Het mooie ook van een röntgenfoto is dat je de gehele tand hiermee in beeld brengt. En wat je vaak ook kan zien bij paarden met EOTRH is dat het klinische deel van de snijtanden er nog keurig netjes uitziet. Maar op het moment dat je een foto maakt, en dan kan je zien dat de wortels volledig osteolytisch en opgelost zijn. Dus uiterlijk lijkt het alsof er niks aan de hand is, maar op de röntgenfoto wordt dat zeer duidelijk bevestigd. En als laatste wil ik toch iedere eigenaar er nog op attenderen. Het is voor de eigenaar een heel emotioneel proces als er één of meerdere snijtanden getrokken moeten worden, omdat het paard dan zonder snijtanden verder zou moeten leven. Maar voor het welzijn van het paard kan je, wat mij betreft, het paard geen groter plezier ermee doen door deze snijtanden te verwijderen. En hij zal ook volledig normaal kunnen eten daarna. Mocht u nog vragen hebben of verdenkingen van uw paard over EOTRH, neem dan contact op met het SMDC. Wij staan u graag te woord.